Kijk, ik sta hier bij de herten. Prachtig mooie beesten. En ook een mooie hond. Herten. In de Bijbel wordt er ook over herten gesproken. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Ook naar aanleiding van Psalm 42. Een hert is nou niet bepaald een beest dat heel vaak dorst heeft. Een hert kan regelmatig een tijd zonder water. Maar als een hert dorst heeft, dan zegt het genoeg. Dan heeft hij een hele tijd geen drinken gehad. En dan zie je een hert verlangen naar water, naar de bron. Want een beest moet verder. En dat zie je bij herten gebeuren. De dichter van Psalm 42 verlangt ook naar God. Als een hert. Hij heeft een tijd lang droog gestaan, geen contact met God gehad. En hij verlangt weer naar het contact met God. Als je geen contact met God hebt en je verlangt ernaar en je hebt het niet, ja, dat geeft veel verdriet. En dat geeft ook het verlangen dat het weer terug kan komen. Het mooie is dat je nog dat verlangen naar God hebt. Het verlangen naar God en naar de ontmoeting met God. En dat heeft deze dichter. Als een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar God. En dat is ook zo mooi. Jezus was aan het kruis. En hij vroeg zich af: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God heeft zijn zoon verlaten, opdat wij nooit meer door hem verlaten zullen worden. En wij mogen weten dat we altijd terug mogen naar de bron, naar de levensbron. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En het mooie bij God is, als je bij hem komt, dan heeft hij genoeg voor jou. Dan ben je altijd van harte welkom. Alleen God kan ons doel en zin geven aan ons leven. En dat laten deze herten mij zien. Hey.